kleine wakkere manneke. Het vechtertje, hij is de hele dag, eigenlijk bijna de hele dag lijkt het wel of hij wakker is met een paar korte hazenslaapjes. Ja, en Roos ligt nu ook weer in bed, dat is onze grote slaapkop. En nou ja, ze waren natuurlijk toen ze thuis kwamen eigenlijk net geboren. En ze waren vlakbij de uitgerekende datum thuis gekomen. In het begin maakten ze nog nauwelijks contact en in de laatste tijd zie je echt dat ze... Dat ze een beetje naar je aan het kijken zijn, dat ze naar je lachen, dat ze je volgen en dat ze de wereld aan het ontdekken zijn. Het is echt heerlijk dat ze er zijn, dat ze thuis zijn. Maar ja, het is wel echt gewoon, je staat op en je gaat eigenlijk niet meer zitten. Je hebt er gewoon nergens meer tijd voor. We hebben wel een beetje wallen ondertussen, hè. Met ook nog al 2 maanden achter elkaar, of meer dan 2 maanden achter elkaar, iedere nacht eruit. En meestal minder dan 6 uur slaap, vaak maar 5 uur. En natuurlijk die hele voorgeschiedenis in het ziekenhuis er al voor. Wat natuurlijk ook erg vermoeiend is, maar dan op een andere emotionele manier. Ja. Maar goed, op de een of andere manier trekt de mens dat gewoon, hè? Het gewoon even door blijven. Je doet het gewoon, ja. Er zijn natuurlijk nog wel wat zaken waarvan je nog weet van die tot problemen kunnen leiden. Ze zijn natuurlijk gewoon veel bevattelijker voor infecties. En hij heeft natuurlijk een zware hersenbloeding gehad. En de hersenkamers die zijn op de laatste echo van een paar weken geleden, waren die nog verwijd, zeg maar. Dus wat dat voor gevolgen voor de toekomst heeft, ja, dat kan je niet helemaal precies, dat kunnen ze nu niet zeggen. In de toekomst zal dat moeten leren. Maar wat wel zo is, is dat zeg maar tot nu toe allemaal, voor waar die vandaan komt, allemaal heel de goede kant op is gegaan. Dus een heleboel goede stappen gezet. Ik herhaal zeg maar in mijn gedachten al wel minimaal 1 keer per dag zeg maar ook de opvang na de geboorte, dat ik daar in die kamer was en die dagen voor de geboorte en de nacht dat ze toen, nadat zij in het ziekenhuis had gelegen, toch 's nachts weer teruggingen naar het Sophia. Dat zeg maar van uur tot uur zeg maar, dat gaat bij mij altijd wel 1 keer per dag wel minimaal of soms wel meerdere keren even door mijn hoofd. Maar dat is gewoon mijn manier om het allemaal een beetje een plekje te geven zeg maar. Dus laat ik het zo zeggen, volgens mij zijn we nu ook vooral druk met de dagelijkse dingen en dan slijt het volgens mij op een gegeven moment en op die manier krijgt het dan een plek. Ik kan ook niet echt zeggen dat het bij mij allemaal verwerkt en voorbij is. Nee. En jij volgens mij ook niet, toch? Nee. Ik heb heel vaak, vooral als ik dan hem lekker met hem aan het knuffelen ben, dat ik dan ineens een beetje vol schiet dat ik denk van oh, ze hebben gewoon met 20 artsen over hem gesproken of het nog wel goed was om door te gaan met te behandelen, weet je. En dan besef je dat ineens als je hem zo in je armen hebt. Dat is wel best wel heftig. In de beginperiode, toen het ook heel slecht met hem ging, toen was hij bij opa en oma. En toen was de Floris heel stil was hij en gedroeg hij zich keurig, maar hij wist dat er wat aan de hand was. Dus dat was eigenlijk een hele rare tijd. En hij vond het daarom ook heel blij dat zijn broertje en zusje op een gegeven moment thuis kwamen. Dat we een keer met z'n allen weer thuis waren, zeg maar. Want dat had hij eigenlijk 4 maanden gemist. Maar hij is wel heel erg lief. Hij is wel heel erg lief voor zijn broer en zus. Ja. Heel trots, maar hij zorgt ook heel goed voor ze. Volgens mij zien we de toekomst druk, maar wel positief in. En het zal nog een lange weg zijn, denk ik. Nog steeds, maar daar doen we ons best voor om die zo goed mogelijk af te leggen.